Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Vijf tips om het allerbeste uit je foto's te halen. Dus hoe je kan je fotografie verbeteren, groeien in je fotografie, altijd maar beter en beter foto's maken. De eerste tip is om altijd al je foto's in rauw opname te maken. Dus als je je camera neemt, dan kun je daarbij kiezen hoe je je foto's opslaat. En een van de instellingen, wacht, we zullen even op deze Fujifilm XT1 de instellingen even overlopen. Dat werkt iets makkelijker als we naar image quality gaan. Dus voor deze camera is dat image quality. Nu, afhankelijk van uw camera, heet dat mogelijk iets anders. En je kan daarbij kiezen tussen fijn, normaal. En dat zijn ofwel hoge kwaliteit JPEG, normale kwaliteit JPEG, of fijn kwaliteit JPEG plus een rauwe opname normale kwaliteit jpeg plus een rauwe opname of enkel rauwe opname. Zelf kies ik altijd die normaal plus rauw, maar ik wil vooral die rauw hebben. Een van die drie laatste opties is eigenlijk goed genoeg, want je moet vooral die rauw hebben. Die normaal sla ik ook op om heel snel een preview te kunnen zien van mijn foto, om ook um, een makkelijke foto te kunnen delen en dergelijke meer, omdat die normaal een uh, kleine foto opslaat een JPEG, in jpeg en minder kwaliteit, maar wel goed gecomprimeerd en gemakkelijk. Via wifi over te zetten naar mijn telefoon om vervolgens te delen. De grote voordelen van die rouwopname, dus nadelen is dat die rouwopname groter is. Dus als je rekent met als, um, als indicatie, als je rekent dat je voor een 6-megapixel camera krijg je een rouwbestand van ongeveer 6 megabyte. Dus voor deze camera is een 12-megapixel uh, 12 camera beter. De opnamen daarvan zijn ongeveer 12 megabyte. 24 megapixels of 24 megabyte enzovoort. Dat is een kleine vuistregel om een indicatie te geven van hoe groot aan uw bestanden zijn. Terwijl een JPEG zal rond uh, maximaal 3 megabyte ongeveer, afhankelijk van de kwaliteit ook nog, maar zal een pak kleiner zijn. Nu zou ik toch aan van die RAW te gebruiken. Dat is Desnoods in combinatie met JPEG, dus voor het delen zoals ik eerder al zei. Maar waarom zou je die RAW opname gebruiken? Wel heel eenvoudig. Als je een RAW-opname gebruikt, dan maak je eigenlijk een kopie van alle gegevens die je sensor ontvangt. Dus dat maakt dat je veel meer informatie opgeslaan hebt. En als je bijvoorbeeld, zoals hij hier ziet, in zwart-wit fotografeert, dan heb je, ondanks dat je die opname in zwart-wit gemaakt hebt, heb je eigenlijk nog altijd je rouwbestand waarin dat ook de kleurinformatie zit. Dus je kan eigenlijk die foto nog altijd omzetten naar kleur. Je bent niks verloren op dat moment. Je hebt ook veel meer dynamisch bereik. En dynamisch bereik gaat dan over het feit dat als je een fout maakt in je belichting, dat, je de, dat de kans eigenlijk groter is dat je je foto alsnog kunt herstellen. Maar ook als je een foto maakt met een hoog dynamisch bereik, bijvoorbeeld van de lucht en de grond, beiden op de foto, dat de kans groter is dat je zowel de lucht als de grond nog correct belicht krijgt in één en dezelfde opname. Meer daarover in de hdr opname video die ik eerder online geplaatst heb. Dat was de eerste tip, dus van fotografeer altijd in de rouw. Een tweede tip is van zoveel mogelijk als je opname gemaakt hebt dat je komt thuis op een dag, uh, van dagelijks je foto's van je geheugenkaart op je computer te plaatsen. En dan nog liefst op een computer met een backup. Om de heel eenvoudige reden: zolang dat die foto hier op dit kaartje staat, als er iets misgaat met dat kaartje, bij die foto gewoon kwijt. Hetzelfde geldt natuurlijk als je die foto op je computer zet. En je hebt geen automatische backups op, op je computer, dan ben je alsnog, dus dat wil zeggen, als die foto op één harde schijf op je computer wordt geplaatst, als die harde schijf stuk gaat, ben je die foto alsnog kwijt. Dus dan hebben we het over backups, en daar heb ik ook een afzonderlijke video van gemaakt. Komt eigenlijk op neer dat je een RAID 1-configuratie wilt, waarbij dat je twee harde schijven gebruikt, waarbij dat je dus redundantie creëert, waardoor dat als een van die harde schijven stuk gaat, dat de foto alsnog op die andere schijf blijft staan. Dus maak automatische backups en maak zo snel mogelijk. Een kopie van uw foto op uw computer waar die backup systemen staan. Hebt. De derde tip om uw fotografie te verbeteren is van heel veel tijd, zoveel mogelijk tijd te steken in het selecteren van foto's. Dus veel liever één foto of twee foto's delen van een bepaald onderwerp, zelf liefst maar één foto, dan dat je twintig foto's die met moeite van elkaar verschillen deelt. Waardoor dat eigenlijk ten eerste al minder goede foto's gaan delen. En ten tweede, als er mensen zijn die naar je foto's gaan kijken, en ze zien de eerste foto, ze de tweede foto, ze zien de derde foto, en ze merken dat het eigenlijk bijna allemaal dezelfde foto's zijn. Dan gaan ze niet meer kijken naar de andere foto's. Dan verslapt de aandacht dan gaan ze naar iets anders gaan zien online. Het aanbod is zodanig groot. Dus um, het is belangrijk dat je ook voor jezelf trouwens dat je een heel, belang-, heel goede selectie maakt. Dus dat je van die, stel dat je twintig foto's van hetzelfde genomen hebt, dat je daarvan heel goed alle foto's één na één met elkaar vergelijkt en dat je enkel de beste foto online deelt en enkel van die beste foto uh, feedback vraagt. Dat is het volgende punt, daar komen we zo meteen op terug. Dat maakt dat je niet alleen de, be alleen de beste foto's deelt, maar dat je ook bekomt dat je veel betere foto's deelt. Juist omdat je alleen maar de beste deelt, deel je die minder goede foto's niet meer. Dus verhoog je sowieso de kwaliteit van je werk. Nu, een manier om die selecties te maken, je kan dat doen met, met hulptools zoals bijvoorbeeld Lightroom. Daar kan je heel gemakkelijk foto's vleggen um, heten. Met de uh, P is dat. Of een vlekken, dus de vlek de, de verwijderen. Ook markeren uh, om te verwijderen. En zo meer. Dus met Lightroom kan je heel eenvoudig een collectie van foto's gaan beheren. Je kan door al die foto's gaan. Je kan twee foto's naast elkaar zetten. Om met elkaar te vergelijken als je twijfelt tussen twee bepaalde foto's. En je kan heel gemakkelijk aanduiden welke foto's je wel en niet wilt behouden. De ondertussen derde tip. Nee, dat was de derde tip. Excuseer, de selectie maken van je foto's. De ondertussen vierde tip is op zoek gaan naar feedback. Dus als je altijd foto's maakt van bepaalde dingen, je hebt een bepaald thema, weet ik veel. Je maakt foto's en jij bent de enige die ernaar kijkt. Dan kan je oké, okay, je kan zelf kijken naar je foto en leren uit je foto van oké, okay, dit was niet scherp, ik moet op mijn scherpstelling letten. Of dit was onderbelicht of overbelicht, ik moet daar op letten. Of het is bewogen of uh, er, er bestaan, de compositie is niet goed, er bestaan bepaalde dingen in beeld die beter niet in beeld zouden staan. Noem maar op. Je kan misschien zelf wel bepaalde tips vinden en leren uit je eigen fouten. Maar er gaat niks boven feedback van andere mensen. Dus deel uw foto, die ene goede foto die je in de vorige stap gemaakt hebt, die je selectie gemaakt hebt. Die ene goede foto, deel die op Instagram, op Facebook, op sociale media, noem maar op. En bekom zo feedback en vooral kijk en reageer en luister naar die feedback en leer uit die feedback. Als er iemand zegt van oké, okay, uw foto is niet goed om die en die en die, en die reden. Neem dat dan Binnen als kritiek, maar in een positieve zin. In de, niet in de zin van die mens breekt mijn werk af, maar in de zin van: Oké, okay, ik heb blijkbaar een, een aantal fouten gemaakt in die foto, maar ik weet nu wel wat die fouten zijn. Dus ik kan die foto opnieuw gaan maken. Of ik kan de volgende keer dat ik foto's maak, proberen van op die fouten goed extra veel te letten. En hopelijk die fouten in de toekomst niet meer te maken. Dus je gaat je werk automatisch gaan verbeteren. Dat was de vierde tip. De vijfde tip. Komt eigenlijk een beetje terug neer op het, uh, op het opnieuw maken van bepaalde foto's en het hoeveel tijd dat je steekt in het uh, selecteren van foto's. Je mag tijd steken, of je kan, wat aan mij betreft, veel tijd steken in het maken van een goede selectie. Daar moet je ook tijd in steken. Dat is belangrijk. Je kan veel tijd steken in het delen van die ene foto die je geselecteerd hebt en het ontvangen van feedback en het opnieuw maken van die foto. Maar het is heel belangrijk dat als je een slechte foto hebt. Daar niet te veel tijd in te steken. Ga liever naar buiten en maak die foto opnieuw dan dat je heel veel tijd, uren achter je computer zit om die foto die eigenlijk niet goed is als basis, die slechte basis, om daar toch nog een goede foto van te maken. Dat heeft geen zin. Oké, okay, Photoshop bestaat, je hebt filters, je kan je foto digitaal gaan verscherpen, je kan je belichting gaan proberen te corrigeren, maar als je foto echt fout is, als je compositie niet goed is of als je belichting totaal verkeerd is of als die foto totaal onscherp is, dan ga je dat nooit kunnen corrigeren digitaal op de computer, ook al steekt het daar 20 uur in ook al steekt het daar een hele week tijd in dat gaat nooit niet lukken het is veel efficiënter en ook veel leerrijker trouwens om gewoon terug die foto opnieuw te maken met andere instellingen, de juiste instellingen lerende uit die feedback die we eerder gezien hebben, dus om samen te vatten de 5 tips die we besproken hebben altijd een rauw fotograferen om de maximum kwaliteit te bekomen en voor de maximum flexibiliteit en werking achteraf. Meteen als je thuis komt of dagelijks zo snel mogelijk backups maken. Een kopie op je computer, liefst op een dubbele harde schijf. Dus een RAID 1 configuratie, zodat je een backup hebt. 2. Selecteer foto's. Deel alleen de allerbeste van je selectie. Dus deel zo weinig foto's. Als dat je kan, maar wel de beste, de allerbeste. 4. Ga op zoek naar feedback. Dus deel ook echt je foto's. Luister naar feedback. Reageer op feedback. Leer uit feedback. Denk aan die feedback. Als je de foto opnieuw maakt, maak notities, noem maar op. En dan de vijfde en de laatste tip. Steek geen tijd in het proberen redden van een foto die verloren is omdat die verkeerd gemaakt is. Ga liever naar buiten en maak je foto opnieuw, zodat je op zijn minst de kans hebt om. Vanaf een goede basis te vertrekken. Ik zeg niet dat het verkeerd is om foto's te bewerken in Lightroom of in Photoshop. Dat zeg ik zeker niet. Maar er is een bepaald niveau. Een, een, uh, je kan bepaalde dingen bereiken, maar je kan zeker niet totaal mislukte foto's herstellen met Lightroom of Photoshop. Dat gaat gewoon niet. Dus het heeft geen zin om daar tijd in te steken. En vaak kun je kleine fouten wel herstellen, maar er is het ook nog altijd, of heel vaak is het sneller, afhankelijk van de grootte van de fout, van de foto gewoon opnieuw te maken. En meer foto's maken betekent dat je ook kunt rekenen met andere feedback. En dat je weer leert foto's nemen. En dat je groeit in je fotografie. Dus dat waren mijn vijf tips. Hopelijk waren die nuttig. Bedankt voor die aandacht en tot de volgende.